De Economische Controledienst, ECD, zal binnenkort over meer auto's beschikken. Minister Reshma Kuldip Singh van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, waaronder ECD valt, zegt dat er nooit is geïnvesteerd in de dienst. Sinds vorig jaar moet de ECD een betere uitrusting krijgen. We zijn bezig 5 voertuigen te kopen voor ECD. Vorig jaar is het niet gelukt. De autorisaties zijn niet gelukt, waardoor we die aankoop niet hebben kunnen doen. Het is altijd een procedure wat te lang duurt. En ik heb dit keer ook gezegd, we hebben nu al alle offertes doorgestuurd naar OE. Dus ik hoop, ik heb gisteren mijn collega gezegd, ik hoop dat ik echt binnen 2 maanden mijn auto's heb. Nu zetten we de auto's in die we hebben. We hebben 3 voertuigen en we verdelen het landelijk. Er zijn elke dag... Soms nemen we ook andere auto's die van het ministerie, die bijvoorbeeld auto's van algemene zaken of auto's van ondernemerschap, zetten we in. Dus er zijn elke dag 5 teams op straat in de verschillende districten en die doen de controles. De bewindsvrouw zegt ook dat de ECD met meer manschappen versterkt zal worden. Het ministerie mag nu pas 20 personen aantrekken voor de Economische Controledienst. Hiervoor is er al een sollicitatieoproep de deur uitgestuurd. Ik heb de president gevraagd om die ontheffing aan ons te geven. Dat circuleert ook. Dat is open en transparant. U mag het op onze page en in de verschillende kranten gaat die voorkomen. Maar het is al op onze page dat we 20 mensen zullen aantrekken. De bewindsvrouw erkent dat ECD'ers ondergewaardeerd zijn ten opzichte van andere ministeries die ook belast zijn met controles. Voor nu zal de minister een verhoging voor de ECD'ers bewerkstelligen, terwijl ze verder werkt aan het upgraden van de afdeling in termen van het verbeteren van hun rechtspositie.